Hey, hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we iets superleuks doen. Een nieuwe LSPDFR video. Maar niet zomaar een LSPDFR video, nee. Met heel veel nieuwe mods. Bijvoorbeeld de oude politieauto's, ja, die bestaan niet meer. Die gebruiken we niet meer, behalve dat gewoon sportauto. Nou, wagen, bla bla. Nu gebruiken we deze soort Canadese mod auto. Ik heb nog een sheriff mod geïnstalleerd, maar ja, die zie je dus wel in Blaine County. Laten we even starten. Leuke is nog, de sirenen zijn heel erg verschillend. Kijk dan, als ik op J druk, komt met dit. Wacht, misschien zie je het niet heel goed. Want dan komt deze rare gele lichtjes en als ik nog een keer op J druk, dan is het nog steeds geel, maar dan voren is het blauw en rood. Nog een keer is alles blauw en rood. Als ik op 1 druk, komt deze sirene. 2, deze 3, deze 4, deze 5 is dit. En de 5 is gewoon les 1. Maar oké, wat gaan we dus nu doen? Oh, sorry. We gaan even kijken wat we allemaal kunnen doen. Ja. Druk even op M. Leuk is, ik kan heel veel verschillende dingen doen. Request call. Range leuk gelijk. Robbery alarm. Die is wel leuk volgens mij. Oh. Binkle. Waar is Binkle? Oh, hier is Binkle. Dit is Winkel toch? Maar ik zie niks verkeerd. Toch? Nee, niks verkeerd. Dus wat gaan we nu doen? Oké. Wat moeten we nu doen? Ik ben er, maar... een wapen oppakken of zo? Of... weer? Stop whatever the hell you're doing! Please, I'll do anything. Ja, ik weet eigenlijk. Nou, press M call out, because voor mij is deze mod wel een beetje beschadigd misschien. Dus ja. 10-4. Maar nu zie je ook een paar auto's toch? Ja, bijvoorbeeld deze auto hier. Hij is nog geparkeerd. Of deze auto hier, hij is ook best mooi geparkeerd. Dus ja, we moeten even een slecht geparkeerd auto vinden. Dit. Deze auto, deze rode lijn, de stoel. Ja, daar mag je niet... oh shit. Daar mag je dus niet parkeren in Amerika. Dat is zo'n fire line. Ik heb dat ergens gelezen. Maar laten we eerst onze auto wassen, hè. Dat lijkt me wel handig. Stap uit. Oh wacht, zag je daar niks? Eerst bij hoe is het op politie of nee? Dus je stapt uit. Je zit, ja, je zit hier. Je doet een G en dan kan je bijvoorbeeld een check doen of zo. Dat gaan we doen. Dat is auto Washington 2. Target vehicle license plate. Oké, 2-1 Edward David Niner 4-3. A traffic violation. Approach with caution. Perfect. Deze kunnen we eindelijk weghalen. Dus wat gaan we doen? F5. En dan zie je dit. Trade ticket. Nou, laten we eerst kijken of hij überhaupt wel een ticket heeft. Oké. Je kan dus blijkbaar voor... ja, hij kan nog 5 uur en 12 minuten hier zitten. Dus wat gaan we nu doen? Trade ticket. Prohibited zones. Nou, hij is op een van deze rode lijnen, noem je een fire line. Boom! Moet hij gelijk een mooie getal van, ja, een mooie prijs van $305 betalen. Submit. Dat doe ik nu. Ik schrijf nu een ticket voor hem. Ja, nou, ik schrijf even een mooie ticket. Dit is een van die mooie, leuke mods.
druk ik weer G. En ja, doe ik dit. Dan kan ik zo'n grote flatbed, niet zo'n grote flatbed, deze is eigenlijk niet gefreed, deze gebruik ik altijd. Komt door, ja, als ik nu de backspace knop maar intoets. Ja, zie je dan spant hij gelijk. Poef, die auto's weg, waar is hij? Op de flatbed. Perfect, hè? Nu, wat ik kan doen, er zijn nog verschillende andere mods. Net zoals deze video heb ik meer helemaal gemaakt, zodat ik nieuw kennis maak met de nieuwe LSPD of Valve versie. Chuck O. Oh, sorry, dat zag je niet. Wat de hel gebeurt opeens? Laten we een leuke doen. Laat ik misschien van deze doen. Ik wil heel veel nieuw leuke doen, zeg maar. Christ's sake! Heist. Oh, nou, was wel. Oké, dit is ook wel leuk. Roger. Ik zie je misschien wel vaak nog te dammen zo. Ik weet niet. Oké, om aan de kant. Om brandweerman. Wacht, brandweerman zo. Nou, nu mag ik even gaan. Aan de kant, jullie idioten. Ik ben veel belangrijker. Nee, ik bedoel, ja. Ik ben politieagent, dus ik ben altijd belangrijk. Hè? Fuck. Nou, dit is eigenlijk goed. What the? Kijk, dit is het probleem. Deze auto heeft van die rare banden. Kijk, dit is lek. Zo, wat ik nu moet doen, is heel simpel. Ik hou het ding vast. Dit. Veel. En nu, als je ziet, zijn jullie lekker vol. Die banden zijn nu vol. Maar we zijn niet heel ver weg. Dus gewoon aan de kant. Aan de kant. Oh mijn god, is met gebeurd. Daar staan. Hé, hey, waarom is het niet gerepareerd? Hier dan. Kijk, nu zijn ze wel vol. Ja, dan gaan we hierheen. Ja, lekker snel. Oké, hij zegt dat hij hier is. Oké, dus Namlok knop 5. Wie was dat? Namlok knop 5. You can't be here! Oké, okay, ik kwam al van zit, want ik vertrouw het niet. Hey, hoi! Ik ben niet klaar, nee toch? Excuse me. Ah shit, mist. Of nee, ik kan niet van deze verder. Ik wil schieten. Oeh, dat deed best pijn. Hoe de hel is zo mist ik? Oh, is het ook nog dat ik zo'n lasertje heb? Police, hands up now! Ja, ik heb er geen zin in. Wat ik ga doen. Oh, hij heeft een wapen. Hij wil me sowieso gaan vermoorden ofzo. Oh, ja, ik steek je wel. Lekker met je eigen wapen. Oh, mist. Ja, here we go. Ik steek je. In je broek, in je kont weer. Oké, weet je wel, nee. Nou, het leuke ding is van aan deze mod, is heel simpel. Je prest, dus je drukt GN. Je kan dus nu, ik kan dus nu helemaal dit doen. Ik kan nu de lichaam van deze arme man doorzoeken. Dan doe ik dit. Kijk ik even, ga ik een beetje zijn lichaam aan, al dat shit. En dan zie ik, nu komt zo'n scherm, oké, dus ik haal zo'n little jar of suspicious liquid, alright. Een telefoon en een baggie of unmarked pills. Maar wat we nu gaan doen is heel simpel. Ik kan ook dit doen.
Dus je pakt dit. En boom. Druk op S of stop. Nou, druk op S. Maar natuurlijk, je voelt niet dat het door de hele stad gewoon door de lichamen. Echt, oh, ja, dat wil ik niet, hè. Ik wil niet dat het door de stad gaat stinken. Dus wat ga ik doen? Ik kan hem nu een 7. Maar volgens mij gaat het niet lukken. Hij is toch al dood. Dus dan kunnen we gelijk dit doen. Request corner room. Yes. En dit is mijn handen. Waarom? Nu komen ze daar. Druk weer backspace. Nou, ik hoort het. Zie je? Boom, je spawnde. En dan, ja, dan wat? Stoppen hier. Hoef vrij weinig meer te doen, maar laten we wel even zien. We zijn van deze rare mannen. Oh, dit is wel een beetje op de sinds. Stop. Oké, dus dan komen ze hier. Dan kijken ze een beetje naar, zeggen ze misschien waar. Door hij dood is. Maak ze een paar foto's, een beetje naaktfoto's van deze mensen ofzo. Praten ze een beetje. Nou, doen ze in zo'n gekke tas. Hè? En dan stoppen ze in een witte busje. Hè? Hey kids, ik zeg je één ding. Stap nooit in een witte busje. En sowieso niet met deze mensen. Hè? En sowieso niet met deze man. Hè? Dat komt gewoon niet sinister. En hij is toch een dokter ook. Dus ja, stap nooit in een busje waar een kale man in de sins lijkt. Oké, wat zeg maar nu gaat gebeuren is heel anders. Oh, blijkbaar is die buschauffeur weg. Kom toch, hè? Ik stap hierin. Sirene uit, maar licht sirene uit. Zo wel even hier. Ik heb nog een beetje ruimte. Kidnapping tent. Ja, hey. Kijk, hè. Dit mens is nu zomaar een stout kindje geweest. En Sinterklaas heeft hem gekidnapt. Laten we dus zo houden. Ja. Het mag niet aan Sinterklaas, hè? Met je zwarte Pieter. Of wat we nu gaan doen is heel simpel. We worden de hero. En we gaan het arm kindje saven. Hoe gaan we dat doen? Heel simpel. We gaan hierheen. Daar tuut. Hier komt de agent Terja. Ja, raar dingen van toetsenbeelden is natuurlijk een beetje raar, want ja, ik heb nog een van die toetsen ding. Hey, hoe de fuck komt hij daar nou weer in, man? Ah, ik zie hem. Hij is rood, dus hij is of van de kerstman of van Sinterklaas. Maar ik denk toch Sinterklaas. Stop, politie. Stop nu, dit is de London politie. Politie. Oh man, hoe zegt hij nou weer dat ik hem niet zie? Waar is je ingang? Come on, waar is dat? Oh man, you dead as fuck, bro. Come on, we moeten snel zijn. Here we go. Je gaat nergens heen, mijn goede vriend. Dan, oh shit. Nou, dat is top. Mijn hele auto is weer lekker vernieuwd, man. Maar hij gaat nergens heen. Dat zeg ik je alvast. Ja, nou, dit gaat lekker. Maar ik kan echt niet rijden. Wat? Ik doe het lekker. Dit is vorige keer. Ik haal deze mensen. Oké. Oh, dit is van Chef. Kijk, dit is een van die andere auto's die ik heb gedaan. Dus.
Oh, wat de hel, man. Ik haat deze plek echt. Officieel. Ik haat deze plek officieel. En die man is al weg. Oh nee. Hij is al een beetje tompel. Dat hij gewoon niet blijft. Oké. Okay. Ik wil laten we het gewoon zo doen. Heel simpel. Die een sheriff duurt, helpt mij toch niet. Dus. Ja. Oh. Here we go. Ja, hij kan niet meer rijden. Ik zie hem wel. Oké. Okay. Vermoord hem wel. Oké. Okay. Zo, we doen dit vlak dan. Politie. Politie. Hey. Hey. Oké. Okay. Suspect. De suspect. Suspect. You ook. Waar is hij? Waar is die suspect? Oké, dus als ik J press. Gebeurt nog helemaal niks. Oh, behind. Oké. Okay. Dus moet behind staan. Dan nu. Maar het lukt nog steeds niet. Pardon? Maar ik heb wel je leven gesaved, man. Want jij moet er sowieso weg. Ik zie het aan niks. Wieso ik die hier wel over? Ja, seriously. En nu shut up, man. Ik klaag een beetje. Of wel, het is een zaal. Zie je niet ook nog? Nou, waarom niet? Job. Ik hoef u niet, dankjewel. Dus auto, nog geen band. Die je als je eigenlijk kan gebruiken. Hebben we grotendeels aan deze dingen. Maar oké. Okay. Laten we nu een leukere. Request call out. Nee, niet dit. Niet dit. Niet dit. Nou, dit is wel leuk. Oh nee, ik zag helemaal niks. Shots fired. Ja, dit is wel leuk. Kan ik nog gewoon doorrijden? Ik kan gewoon door. Oh nee. Oké, okay. Dat was niet echt al te leuk, maar nee. Wat we nu gaan doen is heel simpel. Niet echt. Ja, dat kon niet toch nooit uitkomen. Dus wat gaan we doen? Heel simpel, heel simpel, heel simpel. We gaan eventjes hierheen. En dan doen we dit. Teleport. Nee, niet dit. Teleport. Waypoint. Dit duurt eventjes. Oh, niet eventjes. Een paar seconden. Alles, ja. Load dan eventjes. En sorry dames en heren voor de background sound. Boom. Dit is mijn nieuwe uniform. We gaan met dit, ja, kwaad bestrijden. Wat gaan we nu doen? Spawn. Police 3. Ding is, je moet eigenlijk deze ding met deze console spelen, anders ja, lukt het niet echt. Wash call. Doe het weer, ja. Dan gaan we weer hierheen. Doorrijden, come on, come on, come on, come on. Ja, levens, hè. Ja, ik moet hier weer echt levens gaan hebben, hè. Oké, deze lijkt... Oké, deze man hier. Hallo, meneer. Hoe gaat het? Bent u gevonden? Oké, dus ik press J. Hello. Are you the caller? Yes, sir, I heard... Nee, hallo. What the hell? Siri, zeg opeens wat.
Yes, sir. Oh, ja, ik dacht niet meer. When was the last time you heard it? I guess about 5 minutes ago. Okay, we'll try find it. Stay inside the house. Okay, be careful, officer. Dank u wel, meneer. Dank u wel. Ik waardeer het echt heel erg. Okay, last known position. Waar was het? Dat is hier. Wat gaan we nu doen? Daar doet. Daarheen. Dus 0,8. Ik weet niet veel te veel. What the fuck doet deze man opeens? Ben je niet goed in je hoofd of zo? Oh! Ja, nu ben je wel lekker bang, hè? Nu ben je wel bang. Ik had beter een echte wapen mee moeten nemen. Oh! 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 Ja, dat dacht ik al, man. Als mijn dagboek. Maar je moet sowieso weg. Credits nemen, hè. Echt fucking credits nemen. Nee, what the fuck doe jij nou weer? Die idiote. Alles voor die credits, hè. Alles. Alles voor die credits. En sowieso, ja, ja. Oké. Nou, dat was heel... jammer. Ja, wat gaan we nu doen? Heel simpel. Wat gaan we nu doen? Ja, ik denk wel dat het zo tijd was. Laten we even een mooie outro plek nemen, hè. Oh, iets te ver. Nou nee, dat is eigenlijk goed. Nou dames en heren, vonden jullie het eigenlijk een leuke video? Vergeet dus niet te abonneren. En ja, niet te liken. Nou, dus, oké, hoe nou, opnieuw even. Dus vergeet niet te abonneren, niet te liken. En dan zie ik u, nou zeg ik één ding. Ik zie u dan volgende week.